En voor vandaag, Alex Zegaert, gisteren ook goed verlopen, denk ik, hè? Ja, gisteren heel goed verlopen, een overwinning in een beker van België. Daar ben ik zeker al tevreden mee. Niet te zware benen vandaag, niet te stijf? Het gevoel valt nu nog mee, maar we zullen straks eens zien tijdens de wedstrijd hoe dat dan nog gaat meevallen. Maar ik hoop dat het in orde is voor... Allee, dat het gevoel toch in orde zal zijn. Je hebt een toertje verkend, denk ik. Is het parcours wel selectief genoeg voor jou vandaag? Het parcours is natuurlijk minder selectief dan gisteren. Maar ik denk als er hard gekoerst wordt en de afstanden, zal het ook wel lastig maken. Het Gaverzicht-team staat volledig achter jou, denk ik. Wat is de tactiek? Koers hard maken of doseren? Ja, ik hoop op een harde koers. Dan wordt het man tegen man en dan liggen mijn kansen het best. Maar we zullen de koers afwachten en zien hoe het zal lopen. Van wie zou je moeten banken hebben vandaag? Ik denk dat Cannibal hier zeker met een sterk team staat. Ook Akrog natuurlijk. Ja, er zijn ook wel een hoop snelle mannen. Dus hoop ik dat de koers inderdaad hard wordt. Dat het niet echt op een sprint uitdraait. Dat zou beter uitkomen voor mij alleszins. Waar ontbreekt het jou nog een klein beetje aan wat? Waar zou je nog willen verbeteren? Ja, een sprint met een peloton, dat zal ik niet direct winnen. Dat weet ik zelf ook. Ook in het peloton navigeren en mooi in het pak rijden is soms... nog niet super gemakkelijk voor mij, maar een dag als vandaag kan er zeker in helpen. Oké, succes alvast. Dankjewel.